Jongens, welkom bij een nieuwe Gamers at Gear, de show waar we elke... Het is een show. Waar we... Het is een show. Waar we elke dinsdag de laatste Tech Gadgets in Gear... Het is een show. Het is natuurlijk een show. Waar we elke dinsdag de laatste Tech Gadgets in Gear bespreken. En deze week, dit is een unicum, want we zitten tegenwoordig in de meubels. Want ja, de meubelmakers weten niet meer aan wie ze hun... Oh, ik ben Peter, dit is Tom. weten niet meer waar ze hun meubels aan moeten slijten. Die dachten opeens, ja, die gamer die heeft toch unlimited geld. We gaan allemaal gamemeubels maken. Ja. We hadden natuurlijk een tijdje terug al van Speedlink, de rechter, de stoel. Ja. Dat was gewoon een game stoel. En nu komen we terug met een bureau. En nee, het is niet het bureau wat je hier nu ziet. Dit is gewoon ons desk. Deze desk is custom made. Ja, dus dit is niet gewoon. Dit is custom made gamersnet gear desk. Stuk. Ja. Maar goed, nee, het ding is, ik nam dat desk, de Arrosi Arena gaming desk, nam ik mee naar huis en dan zet ik hem in elkaar. En toen dacht ik, oh, dat is wel leuk. Maar die ga ik niet meer terug in mijn auto krijgen. Nee. Dus dat is, nu staat hij daar. Dus de beelden daarvan zijn ook van bij mij thuis. Dus dat is uniek. Dat hebben wij nog nooit en gedaan. En ik heb hem nog nooit gezien. Dus ik ga nu over iets praten wat ik nog nooit heb gezien. Alleen in de doos. Hij is mooi, hè? Hij is schitterend. Ik heb wel foto's gezien. Toch? Oh, okay. Ik heb wel foto's gezien op socials. Want die zijn actief ook, hè? Ja. En voor ons. Maar waarom moet er een gaming desk zijn? Waarom moet er een gaming bureau zijn? Nou, het hoeft niet, maar op zich, kijk, nu je natuurlijk nu je allemaal gaming chairs hebt en we hebben een tijdje terug ook al een nota bene een game tas, een rugzak gedaan. Ja. Is het niet heel gek dat een aantal partijen naast stoelen ook zoiets hebben van, nou, we gaan ook dan maar proberen een desk te maken. Dus Arrosi had zoiets, dat zijn Zweden overigens, dus ja, die ken je van IKEA of van Volvo. Maar ook van Arrosi. En die hadden zoiets van, nou, we gaan toch proberen ook een desk te maken. En het viel me allereerst al meteen mee, omdat het natuurlijk als je ergens gaming voorzet, betekent dat vaak gewoon een verdubbeling van de prijs zonder per se er iets voor terug te krijgen. Dus vaak als er een game stempel op komt te staan, is het gewoon, oh, we maken het gewoon duurder en that's it. Maar het is €300. En dan vind ik voor een bureau is dat niet overdreven duur. Nee. Oké. Nee, maar het woord gaming zegt nog iets. Als je ergens het woord gaming voor zet, dan verwacht je dat je of je gaat er beter van gamen, of je gaat er relaxer van gamen. Ja. Dat is iets wat met gaming dingen moet doen. Ja. Dus laten we ze langs de lat leggen. Wat maakt het? Hoe word je een betere gamer door deze bureau? Allereerst, nee, je wordt hier niet automatisch een betere gamer. Dat kun je doorstrepen. Dat geldt voor heel veel dingen. Een beter toetsenbord ga je ook niet per definitie meteen beter van gamen natuurlijk. Maar dit desk doet een aantal dingen om zich toch toe te spitsen op de gamer. En om de gamer meer van gemak te voorzien. Het is een muismat, toch? Het is het complete oppervlak van... Het complete bovenoppervlak is 1,8 vierkante meter aan muismat. Wat op zich wel gaaf is, want je zet dus gewoon alles op je muismat. Je hebt ook van die gamer muismatten die heel breed zijn, dat je ook je toetsenbord erop zet. Nou, hier zet je gewoon alles op. Weet je. Je zet ook je kop koffie erop en een beeldscherm en eventueel een pc. En alsnog heb je vrij veel ruimte om op te muizen. Hoe muist die? Is het een goede muismat? Het is echt een hele fraaie muismat. Het is een zwaar ding gewoon als je hem loshaalt. Zeg ja, want hij zat er niet al op de desk. Je moest hem er later op plakken? Nee. Of hoe werkte dat dan? Het tafelblad is ook opgebouwd uit drie losse delen die je in elkaar klikt. Dan denk je van, hè, maar een tafelblad hoort toch één massief ding te zijn. Maar goed, je gooit die hele muismat eroverheen uiteindelijk. En dan heb je wel één massief onderdeel, zeg maar. Dus ja, hij muist lekker. En je kunt hem dus eventueel ook nog van afhalen om hem bijvoorbeeld schoon te maken. Dat is altijd fijn met muismatten, met stoffen muismatten, dat je die eventueel ook door de was kan gooien. Nou, eventueel, laten we eerlijk zijn, dat is gewoon nodig. Je hebt het al over koffie, wij hebben allebei katten. Yo! Ik heb een grote muismat waar ook mijn beeldscherm op zit, dus ook redelijk groot. Ik vind het heel vervelend. Mijn katten die haten. Ja, nee, oprecht. Die katten en dit desk gaan gewoon niet goed samen. Nee. Want je hebt continu die haren. En omdat als je hem eraf wil halen, moet ik dus ook alle componenten eraf halen. Dus wat ik nou gewoon doe, is ik ruim het af en toe een beetje op en dan ga ik er met zo'n kledingrol eroverheen. Als een maloot. Doe ik ook. Ja, maar goed, dan dus zie je mij gewoon mijn bureau afnemen met een kledingroller. Gewoon een veredeld stuk plakband. Ja, dat hoort, want het is een muismat. Ja, dus ja, dat doen we. Dat is wel een groot nadeel. Wat het grootste voordeel volgens mij is kabelmanagement. Ja, want dat is dus ook wel leuk. Door die muismat heen zitten drie gaten. Verspreid gewoon over evenredig, zeg maar. En die gaten, daarin snoer je gewoon al je kabels weg. En dan zit er een hangmat, letterlijk, zo kunnen we denk ik wel beschrijven. Een netje? Het is een soort van hangmatnetje inderdaad, ja. Wat onder het desk zit, daar mieter je gewoon al je kabels in. En dan kun je zeggen van, oh, mijn monitorkabel die gaat in het ene gat erin, door het netje, in het andere gat er weer uit. En je ziet die kabel nergens op je desk. Dat is wel echt chill. En dat, ongetwijfeld zullen niet alle gamers heel veel waarde hechten aan alle kabels netjes wegwerken. Ik persoonlijk wel. En dan vind ik heb nog nooit zoveel shit op mijn bureau gehad en zo weinig kabels gezien. Dus dat doet de arena fantastisch.
Ik ben het helemaal met je eens. Ja, nee, ik wil dat ook. Want ik ben, wij zijn natuurlijk, ik snap ook, jouw OCD daarin snap ik niet helemaal. Hm? Want wij zijn ook wel recensenten van shit. Ja, wij moeten heel vaak dingen verwisselen, inderdaad. Dus ja. Ik snap, ik vind het heel zonde voor jouw leven, voor jouw rust. Kijk, mij boeit niet zoveel als er kabels liggen. Ik kan er gewoon mee leven, maar jij niet. Ja. Dus elke keer als je weer iets wisselt, toetsenbord is nog het makkelijkst. Maar nieuw beeldscherm of whatever the fuck. Je moet iets capturen, 3 snoeren, dan moet je opeens je Xbox capturen. Dat is voor jou echt heel vervelend. Ja, nee, in heel veel opzichten wel. Maar op zich is het ook weer niet heel moeilijk om dat te managen. Want je jankt het erin en je jankt het er doorheen. Ja, je hoeft het is een hangmatje, dus je hoeft daar niet allemaal dingen vast te gaan binden of weg te gaan frotten. Je hangt het er gewoon in en je ziet het al niet meer. Ik wil dat ook. En dat is wel heel fijn. Maar inderdaad, als je echt heel veel moet verwisselen, dan is het wel weer naar van, oh, dan moet je het weer door dat gaatje heen en dan doorheen. En dan, voor de normale mensen is dat geen probleem. Want die doen gewoon 1 keer iets kopen en dan doen ze jaren mee. Voor de normale mensen. Nou, ja. Maar deze waren niet eens. Nee, ja, maar goed. Maar, oké. Vind je hem mooi? Ik vind hem oprecht heel mooi. Ze hebben hem in verschillende uitgaven. Dus je hebt hem blauw met wit, je hebt hem rood met zwart. Je hebt een godsgruwelijk lelijke groene ook. Maar het punt is natuurlijk, je kunt... Het valt mee met hoe erg het gamer is, vind ik. Ik vind het gewoon, het is een strak bureau. Ze plakken nergens veel te groot het logo op. Van, een draak! Daar zijn ze relatief rustig mee. Dus ik vind het gewoon een heel strak bureau. En oprecht, voor de prijs is het best wel een goeie om te overwegen. Want ik bedoel, een IKEA-bureau kan ook al snel richting die prijs gaan. Tenminste, voor die grootte. En ja, daar zit dan niet een enorme muismat bij. En je kunt je kabels niet vaak niet goed doorsnoeren. Nee. Dus oprecht, ja, ziet er strak uit. Voor de prijs doet het leuke dingen. Het heeft een aantal kanttekeningen. Maar oprecht, het is echt gewoon een heel leuk ding om een keer zo over de vloer te hebben voor mij. En ik denk, als je op zoek bent naar een bureau en je bent een gamer toevallig, dan moet je de Arosi Arena op zijn minst even overwegen. Ik vind het een mooie samenvatting. Dankjewel. Ja. Jullie ook bedankt voor het kijken deze dinsdag weer. Als je het nou een toffe video vond, of je hebt een leuk advies, tips, tricks, whatever, geef even een reactie wat je bijvoorbeeld wil zien. Ja. Geef een like. Oh, en wil je meer weten over de Arosi Arena Gaming Desk? Er staat ook een geschreven review op gamersnet.nl. En mocht je nou denken, what the fuck is gamersnet.nl? Dat is... waar wij voor werken. Dat is onze website. Ja. Sukkel. Ja, ik kwam dit opeens heel erg raar omhoog. Sukkel. We zijn de hele video lief tegen de kijker en in één keer heb je zoiets van... Maar het is wel echt een flap in de face als ze dat niet zouden weten. Als, als jij nu kijkt, denk ik, een website? Dan ben je ook misschien echt wel... Maar is een website is een soort van app, maar dan op je... Niet van Google. Ja, precies. Dat bestaat ook. Ja. Maar het is een soort van YouTube zonder de video's, maar dan soms weer wel met de video. Maar hoe Facebook ik er dan mee? Nou, gamersnet.nl, kom eens langs. En tot volgende week.